Goedemorgen. Hoe was het? Goed. Sinterklaas nog geweest? Ja. Heb je wat gekregen? Een chocoladeletter en een gedicht. Ga je op tijd naar de wc? Hm? Ga je op tijd naar de wc? Ja. Ja, ga maar eventjes. Zal ik met je meegaan? Mijn man is 2 jaar geleden overleden en toen ben ik hier begonnen. En waarom dat? Ja, ik heb eigenlijk altijd vrijwilligerswerk gedaan, maar ik ben eruit geweest omdat ik mantelzorger was voor mijn man. Dus u was zelf mantelzorger? Ja. En u was ervan, nou ja, bijna zeggen, verlost. En dan komt u hier weer. Ja. Nou, het was niet heel zwaar. Nee? Ja, het was wel zwaar, maar het was ook goed. Hij is 84 nog geworden. En we hebben ervan gemaakt wat mogelijk was. Daarvoor had ik trouwens mijn oude moeder in huis van in de 90. En ze noemen dat allemaal mantelzorg tegenwoordig. Nou, vroeger zei gewoon, ik heb mijn moeder in huis. Met de gebroken heup en de karretje, zoals ze het noemden. Nou, het ging ook allemaal wel, hoor. Kunnen we er niet bij? Ja, dankjewel. Ik ben gewoon heel blij dat ik hier kon beginnen. En het is niet gewoon uit goedheid, maar ik vind het zelf heel leuk om weer collega's te hebben. Allemaal jongere collega's, dat is heel leuk. Lieve gasten te ontmoeten, die hun verhaal ook hebben wat leuk is. Ik dacht, als ik 80 word, dan stop ik ermee, want dat is toch te gek. Het zijn mijn zonen ook, hè. Maar moet dat nou? Je hebt zoveel andere hobby's. Nou, ik hoop het nog een poosje te kunnen doen, want ja, ik ontvang er heel veel voor terug. Ik kook graag. Vroeger heb ik in ziekenhuis gewerkt en ook in de keukens gekookt. Heerlijk. Nou kwam dit op mijn pad. Toppie. Maar hoe komt u dan hier terecht? Kijk. Ik had een leuke relatie. En die meneer die ging dood. En ik werd eenzaam. Dat was het. En ik ga op een beurs. Ik ga hierheen. Kom op een beurs. En ze staan hier. Zijn ze dat een beetje te promoten. En toen vroegen ze koks. Oh, ik denk ze op mijn lijf geschreven. Heerlijk. Maar u zegt eenzaamheid, dus eigenlijk wordt u hiermee ook geholpen? Kijk, het is wederzijds. Ik vind het heerlijk om te doen. En ik ontmoet al, want ik ben echt een mensenmens. Dus ik ontmoet veel mensen. En ik ben al heel lang weduwe. Dus je moet jezelf toch staande houden in deze maatschappij. Ik zeg wel eens, ik ga blij heen, maar ik kom heel blij terug.